Vandaag is het Witte Donderdag. Deze dag wordt er normaal gesproken het heiligavondmaal gevierd. Brood gedeeld en wijn gedronken. En staan wij stil bij de verschillende dingen die er op de avond voor Goede Vrijdag gebeuren. Maar vanavond jammer genoeg geen avondmaal. Dat hopen wij snel weer te kunnen vieren. Maar wel een korte overdenking. Met het thema waak en bid. Maar laten wij eerst een moment stil zijn om ons voor te bereiden op een ontmoeting met God. Vanavond lezen wij natuurlijk ook uit de Bijbel. Twee lezingen. Eerst Psalm 130 en daarna Matthäus 26, vers 36 tot en met 46. Psalm 130. Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Als u de zonden blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. En hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Matthäus 26, vers 36 tot 46. Daar staat: vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Gethsemane genoemd werd. En hij zei: blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee.
Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: Ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wil. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: Konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de 2e maal liep hij van hen weg en bad: Vader, als het mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de 3e maal met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Lieve zus en broer in de Heer Jezus. Wij zien de Heer Jezus vanavond samen met zijn leerlingen naar de Olijfberg gaan. En ze trekken naar het deel van de berg waar de olijfpers staat. Want dat betekent Gethsemane. Olijfpers. Olijfolie is in Israël het beeld van het goede leven. Het wordt ook gebruikt als medicijn. Maar hier in Gethsemane moeten die olijven eerst worden geperst. Uitgeperst om tot hun doel te komen. Zal dit proces ook met Jezus aan gaan gebeuren? Alleen Jezus' beste vrienden, Petrus, Jacobus en Johannes, mogen met hem mee als hij zich even later afzondert om te bidden. Gedragen door de nabijheid van zijn vrienden wil hij, terwijl die pijnlijke pers op hem wacht, even alleen zijn met zijn Vader in de hemel. De dood die op hem wacht, benauwt hem. En wat is het dan fijn om op zo'n moment goede vrienden om je heen te hebben, die je dragen door te waken en door te bidden. Jezus zegt: Vrienden, waak alsjeblieft. Ik heb het moeilijk. Blijf bij mij. Afgelopen week waren er moeilijke verhalen van mensen die op het IC op sterven lagen. Door de coronacrisis mochten er geen geliefden bij het bed komen. Schrijnende verhalen. En gelukkig waren er artsen en verpleegkundigen bij deze mensen om hun handen vast te houden. Want alleen zijn tijdens de angst van de dood, dat is natuurlijk onmenselijk. Ja, Jezus weet dat het einde van zijn weg op aarde nadert. Hij was gekomen om het goede leven te brengen. Door de pers, door de pijn heen. Maar dit aanvaren, dat valt hem zwaar. De dood is natuurlijk niet zomaar iets. Het is iets onnatuurlijks. De dood wendt nooit. En Jezus is hier in Gethsemane niet als de filosoof Socrates, die in het uur van zijn dood zonder moeite de gifbeker opdrong. Zijn vrienden vertelden niet te huilen en vredig overleed. Nee, de dood is voor Jezus een strijd, een
Daarom vraagt hij zijn Vader in de hemel: Vader, wilt u deze gifbeker, deze pers, alstublieft aan mij voorbij laten gaan? Is er geen andere weg naar het goede leven, naar genezing? Moet dit echt? Zijn Vader antwoordt niet. En dat is ergens ook logisch, want het is ook niet God de Vader die hem deze gifbeker zal laten drinken straks. Het is niet God de Vader die hem zal persen. Het zijn de mensen zelf, de macht van het kwaad, die zo diep in de wereld geworteld zit. Als Jezus na een moeilijke geestelijke worsteling terugkomt bij zijn vrienden, ziet hij dat ze liggen te slapen. Wat een teleurstelling. Hij moet het straks echt alleen gaan dragen. Ook hier, net voordat alles straks gaat gebeuren, wordt opnieuw duidelijk dat er geen enkel mens is die weerstand kan bieden tegen de macht van de dood, tegen de machten van het kwaad. Jezus zegt: Petrus, jongens, kunnen jullie niet 1 uur met mij waken? Kom op, blijf alsjeblieft wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. Maar even later vindt Jezus zijn vrienden weer slapend. Ze zijn letterlijk moe van verdriet, omdat ze hun Heer zo'n zien lijden. En wat heeft hij daaraan? En als Jezus even later weer terugkomt, zegt hij: liggen jullie nu nog steeds te slapen en te rusten, terwijl ik straks zal worden overgeleverd aan zondaars? Sta op! Laten we maar gaan. Hij die mij straks zal uitleveren, is al dichtbij. En Jezus moet als Zoon van God alleen door die pijnlijke pers heen om voor het goede leven te zorgen. Om voor de wereld het goede leven te openen. Er is geen andere weg. En hij is ook de enige die dat kan. Zonder in slaap te vallen. Zonder te verslappen. Dat is de eerste les die wij vanavond uit deze lezing kunnen leren. En de tweede concrete les voor ons is: waken en bidden. De goede vrienden van Jezus lukt het niet om te waken en bidden. Ze vallen in slaap. De vraag die ik jou, maar ook mijzelf vanavond wil stellen is: hoe stellen wij ons op als leerlingen van Jezus? Als het moeilijk is om ons heen. Als onze omgeving door een crisis heen gaat. Als we in het nieuws horen van vluchtelingen die het moeilijk hebben. Keren wij ons daarvan af? Slapen wij dan? Misschien zelfs in verdriet of machteloosheid? Of vindt Jezus ons wakend en biddend? Staan wij op onze post als de wachters in Psalm 130 die wachten op het licht van de morgen? Hoe vindt Jezus jou vanavond? En hoe vond Jezus jou in het afgelopen jaar? Ja, blijf bij Jezus, ook als het moeilijk wordt en het leven voelt als een pers. Waak en bid, totdat het licht doorkomt en het morgen zal worden. Amen.
Heere God, trouwe Vader in de hemel, het is een rare witte donderdag vandaag. Zonder avondmaal, zonder de intieme setting in de kerk. Maar dank u wel dat wij vanavond toch met elkaar verbonden mochten zijn en door de Bijbel werden meegenomen naar de tuin van Gethsemane, waar de olijfpers staat. Wij danken u dat u in Jezus naar de wereld bent gekomen. En dat in Jezus het goede leven zichtbaar wordt. Maar Heer, daarvoor moest Jezus wel eerst door de pijnlijke pers gaan. Alleen. Omdat wij dat niet kunnen, doordat het kwaad zich zo diep in ons heeft geworteld. Wij vragen u vanavond, help ons om in tijden van crisis dicht bij Jezus te blijven en te waken en bidden. Dat is moeilijk. We zagen het aan de vrienden van Jezus. En tegelijk worden we er wel toe opgeroepen om te waken en bidden totdat de morgen aanbreekt. Geef ons de kracht door uw Heilige Geest. Wij bidden u voor iedereen die op dit moment angst heeft voor de dood. Door corona of om een andere reden. Wees bij hen. Draag hen. Geef vertrouwen in uw Zoon Jezus. Ja, en geef ook lieve mensen om hen heen die waken en bidden. In een moment van stilte bidden wij voor al onze vreugden, zorgen en worstelingen op dit moment. Ga zo met ons mee op weg naar Goede Vrijdag. We willen dit gebed besluiten door samen het gebed te bidden. Ja, achter onze computer, televisie, tablet, telefoon, maar toch samen het gebed dat uw Zoon, de Heer Jezus, ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ook vanavond wil God zijn zegen geven. En neem die zegen ook mee. En geef die zegen door. Aan iedereen die God op jouw pad brengt. De Heer zegent jou. En Hij beschermt jou. De Heer schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven. Amen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar u. Mijn hulp is van u, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of
sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, u bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan.